Op bewakingsbeelden is goed te zien hoe rond 11 uur gisteravond er een man het café binnenkomt en zwaait met een pistool. Hij eist direct het geld uit de kassa. Ik loop recht op hem af, hij richt zijn pistool en eigenlijk heb je zoiets van, nou, wegwezen, je moet mijn zaak uit. Want in café Het Halve Maantje heerst een totaal andere sfeer dan de overvaller misschien had verwacht. Het café aan de Kleiweg zit namelijk vol met echte Rotterdammers. En ik kijk er niet op van een overvaller. Het leek wel alsof het allemaal in scène was gezet. En ja, mensen gingen gewoon verder met een biertje drinken. En zaten ook gewoon gezellig met elkaar te praten. Hij stond met een pistool te richten en er liep nog iemand achter hem langs. Die tikte nog op zijn schouder en die ging weer aan de bar zitten. En dat is echt, ja, dat zie ik dan later op die beelden terug. En dat is wel, ja, wel grappig. Iedereen heeft het namelijk ontzettend naar zijn zin. En de stamgasten zitten dan ook helemaal niet te wachten op iemand die hun avondje gaat verpesten. Dus we hadden ook zoiets van, ja, dag, wegwezen. En toen wilde hij mijn sigaretten wilde hij hebben. Ja, ga wieberen. En op dat moment hadden we wel zoiets van, ja, dit is wel voor het echtje. En toen ook zoiets van, ja, dan moet je wegwezen. Dus ik loop naar hem toe en hij richt nog een pistool op me. Maar ik had zoiets van, ja, je moet gewoon de zaak uit. En Henk loopt eigenlijk aan de ene kant naar hem toe. En op een gegeven moment zie je hem ook twijfelen. En hij rent naar buiten. De gehele kroeg beseft ineens wat er is gebeurd. En de stamgasten van Café Het Halve Maatje denken er dan ook geen seconde langer over na. Ondanks dat de man nog steeds gewapend is, rent iedereen achter hem aan. Inclusief een stamgast die marathonloper is. Ja, dat was een beetje jammer voor hem. Want ik houd langer vol dan hij. Ongeveer 2 kilometer van de kroeg vandaan pakken ze de overvaller en wachten ze op de politie. De mannen hebben geen spijt van hun actie. Dus, maar ik heb er nogmaals een goed gevoel bij hoe het is afgelopen. En, laat het een leer zijn voor de volgende imbecile die het gaat proberen. Met de stamgasten van Café Het Halve Maatje valt dus niet te spotten. Want voordat je het weet, zelfs als je met een pistool binnenkomt, heb je iedereen achter je aan.